video Is de Mol gespot op het feest? Dit is niet de Mol en is Babs de afvaller alsnog verdacht? Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur de hints en theorieën van Wie is de Mol seizoen 24 met jullie door. En in deze video beginnen we met aflevering 1, Een handje helpen. En die afleveringstitel kan op een paar dingen slaan. Allereerst kan dit natuurlijk slaan op de mol die de hand schudt met de kandidaten in opdracht 1. Zoals hier bijvoorbeeld gebeurt bij Tooske. Maar het kan ook slaan op Kees die in opdracht 3 een handje gaat helpen door zijn leesbril er eindelijk eens bij te pakken. En dan te helpen met het doorgeven van de cijfers op het bord. Maar de sterkste vind ik tot dusver dat de makers en de montage ons een handje helpen met de schilderijen. Door hier bij elke een vrouw op te zetten. Is de mol dus een vrouw? Goed, opdracht 1. We begonnen deze aflevering en dit seizoen met het feest van de mol. Bij een waarzegster waar de kandidaten een kaart moesten uitkiezen met een symbool erop. Wat vreemd is, is dat als de waarzegster in het intro van de opdracht zegt "Do you want to know the future?", dat we een versneld stukje zien van de waarzegster die een kaart omdraait. Dus echt een versneld bewegingje. En dit is die van Tooske, namelijk de paraplu. Nou werd er al eerder gezegd dat de waarzegster in een soort M-vorm de kaart omdraait met haar vingers. Maar dit zou kunnen verwijzen naar Tooske als mol in de toekomst. Want ja, waarom gebruiken ze per se die van Tooske? Goed, verder verdienen Tooske, Jeroen, Rian, Rosario, Kees en Babs een vrijstelling. En Anna, Justin, Fons en Jip niet. Wat zou de mol in deze opdracht willen? Zo min mogelijk vrijstellingen, aangezien die in de volgende opdracht 1000 euro per stuk waard zijn. Dus zou het heel logisch kunnen zijn dat de mol zelf sowieso geen vrijstelling neemt. En daarbij vallen dus Anna, Justin, Fons en Jip heel erg op. Wil jij elke week op de hoogte blijven van alle hints en theorieën naar deze topkandidaten? Abonneer dan zeker hieronder. Ook even wat korte theorieën over opdracht 1. Kees zegt als hij binnenkomt op het feest, dit is de mol. Bedoelt hij zichzelf hiermee van dit is de mol? Kees had daarnaast de piramide tarotkaart. En dit kreeg ik doorgestuurd van iemand op Instagram. Het lijkt namelijk op een molshoop, de tempel. Is Kees de mol uit de molshoop, oftewel cheese from the molshoop? Fons vraagt aan een hoop mensen topo. Topo? Oftewel mol. Mol? Het had namelijk Topito moeten zijn. Is Fons ons iets duidelijk aan het maken? En dan de grootste vraag die jullie natuurlijk hebben, en ik ook. En dat is de vraag of de mol gespot is in de feestende mensen. Ik heb extreem veel theorieën en foto's toegestuurd gekregen hierover. Zoals onder andere deze, waar het lijkt alsof een persoon met zijn of haar handen een M-vorm maakt. Ergens achter in het beeld. Erg interessant. Maar toen kreeg ik een DM van Belinda Sacco op Instagram. En die heeft een persoon ontdekt die bij elke kandidaat in de buurt is aan het begin. Behalve bij Rosario. En dat is dit personage. Misschien moeten we hem nog wel eens bekijken en goed onthouden voor de toekomst. Verder ook nog een foto van Fiorenza die ik doorgestuurd kreeg. Hier is Anna te zien samen met een personage uit het feest die ook enigszins op Anna lijkt. Als we kijken naar het oor en naar het haar die in een staart zit, kan dit enigszins op Anna lijken. Maar zelf vind ik dit wel een lastig kijk. Hier heb je ook nog een foto vanuit een andere hoek. Oordeel zelf hierover en laat vooral in de reacties weten wat jij hiervan vindt. En we springen ineens heel snel even tussendoor met een best wel grote theorie over opdracht 1. We gaan even naar het stukje dat Anna aan het zoeken is op minuut 9:29. Als Anna aan het zoeken is, zien we daarna Fons, Jip en Kees kort in beeld ook zoeken. Vervolgens zien we Anna weer rennen. Daarna krijgt Fons zijn kaart te zien. Daarna krijgt Jip zijn kaart te zien. Daarna krijgt Kees zijn kaart te zien. Daarna gaat Anna weer op zoek. Vervolgens zien we dat Anna's tijd om is om te zoeken.
Anna komt bij de waarzegster binnen met slecht nieuws. Dan komt het stukje dat Fons aan het zoeken is. Een stukje dat Jip aan het zoeken is en een stukje dat Kees aan het zoeken is. Dan kiest Rosario een kaart. Justin kiest daarna een kaart. En daarna kiest Jeroen zijn kaart. En daarna kiest Rian haar kaart. Maar wat als ik je zeg dat Rian in de montage in ieder geval al eerder in beeld is. Ze is namelijk al in beeld als Anna aan het rennen is in het feest. Kijk maar eens goed naar de volgende screenshots in beeld. Hier zie je namelijk dat we eerst een shot zien van Anna die aan het zoeken is. Daarna zien we een milliseconde een shot van Rian die aan het zoeken is. En daarna zien we ineens bij Anna. Maar dat terwijl Rian in die situatie nog niet haar kaart heeft gezien van de waarzegster. Zou dit een knipfout zijn, een montagefout zijn van de makers? Of is dit de mol die we hier zien rondlopen? Het is in ieder geval een grote bizarre theorie. Met dank aan Fiorenza. Wil jij ook meedoen in de Wie is de Mol app met mijn pool? Dat kan. Kijk in de beschrijving onder deze video en daar staat een linkje voor de pool. Ook nog een goede theorie die gevonden is door Mol Levi. De waarzegster zegt namelijk als enige tegen Jip, maybe we will meet again. Oftewel ziet de waarzegster Jip sowieso nog een keertje in de toekomst. En dus valt ze niet af als kandidaat, maar is ze de mol? Tot slot, om opdracht 1 een beetje af te sluiten, is er een glazen bol te zien met daarin een blauw oog. Tenminste, zo lijkt het. Arjan van Mollenjagers had hier een mooie theorie bij, dat het blauwe oog wijst naar de mol die blauwe ogen heeft. De waarzegster zegt tegen de kandidaten daarnaast dat de mol meekijkt naar de kaarten die worden omgedraaid. En er zijn 4 kandidaten die blauwe ogen hebben en dat zijn Rian, Kees, Fons en Jip. Is één van hen de mol? Ik persoonlijk vind dit best wel een sterke theorie. Dan opdracht 2, speed date. En dit zijn een paar korte theorieën. Fons die schudt ja, de hele tijd als Rick vraagt of hij alles al misschien weet over wat er gaat gebeuren. Beetje een rare en vage actie. Net zoals met die topo. Moeten we Fons toch ook nog best wel een beetje in de gaten gaan houden. Jip heeft daarnaast een pet op met I don't work here. Beetje een vreemde pet als je het mij vraagt. Rosario kan verder niet liegen. Tenminste, dat gaf mij het gevoel tijdens het speeddaten. Hij moest liegen over dat hij een vrijstelling had gekregen in opdracht 1. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Verder is er dus 6.000 euro verdiend in deze opdracht. We zullen maar zeggen dat de mol in deze opdracht zijn of haar werk niet echt heel goed heeft gedaan. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de mol weet dat er later nog veel geld uit de pot gespeeld gaat worden. Rosario zegt daarna in de auto dat Fons op Rian heeft gestemd na het speeddaten. Terwijl dat in vertrouwen was verteld door Fons. Is dat een beetje een anti-mol actie van Rosario door het met de groep te delen? En misschien ook wel van Fons om dit zo te vertellen aan iemand om te kijken of deze persoon te vertrouwen is. Is best wel een kandidatenactie. Dan opdracht 3, afschilderen. In mijn optiek is de beste sleutelpositie hier in het groepje van het vrijspelen van de schilderijen. Aangezien je hiermee de hele opdracht kan verklooien. En dan heb ik vooral de focus op Anna, Kees en Tooske. Kees heeft hier bijvoorbeeld zijn leesbril niet bij zich. Een soort Mol René actie. Hij had zijn leesbril vergeten, zei hij in zijn biecht, maar had hem wel bij zich. En deed hem later toen ineens toch wel op. Beetje een vreemde actie, maar ook een vreemd montage stukje. En verder wilde Babs absoluut geen geld uitgeven om schilderijen bij te kopen. Dit is een goede anti-mol actie als kandidaat zijnde, maar dit kan ook een mol actie zijn zodat de opdracht moeilijker wordt om te behalen. Wat uiteindelijk ook blijkt bij het einde van deze opdracht. En om hier dan na de aflevering naar te kijken, dan is te zien dat Babs is afgevallen. Dus kan het juist weer meer een mol actie zijn van Rian door hierin mee te gaan. Dan de test en eliminatie. Anna ging statistiek doen.
Dat doet mij een beetje denken aan Daniel van afgelopen seizoen. Die ging ook statistiek doen. En Anna, die zei op een vraag, ging ze op het schildergroepje stemmen. Oftewel Jip, Rosario en Fons toevallig. Babs was heel erg zelfverzekerd en had een beetje een tunnelvisie op de drie mensen die de schilderijen moesten vrijspelen. Oftewel Anna, Kees en Tooske. Dus Babs zat op één van deze drie. Fons zat op Tooske en Jip. Jeroen had gestemd op De Mol heeft geen vrijstelling gekregen. En daarnaast zei hij Fons, Justin, Jip en Babs een klein beetje. Dan Jip, die zat op Justin, Tooske en Rian. Justin zat op Jip, heel hoog, zegt hij daarbij. Babs blijft verdacht. Jeroen heeft voordeel en spreekt Spaans. Hij gaat veel spreiden en misschien zelfs wel op 6 mensen. Dan Kees, die ging ook breed mogelijk spreiden. Rian dacht Fons, maar heeft geen idee. Rosario zit op Jip en Anna. Tooske heeft geen onderbuikgevoel gevolgd. Ja, hieruit is nog niet heel veel te leiden. Toen kwam er ineens iets aan wat niemand had verwacht. Kan Babs de Mol nog zijn? Nee, Babs kan niet meer de Mol nog zijn. Dan hadden ze dat heel anders aangepakt. Had Splinter bijvoorbeeld ook niet gegaan naar niet de Mol. Maar dit zegt wel iets dat de afvallers iets met de Topito-stukken kunnen gaan doen. Wellicht iets voor in de toekomst? Dan nog een algemene hint van mollenjagers. Justin heeft op zijn armen een tattoo staan met 2 maskers. En dat kan een eventuele hint zijn naar Justin als mol zijnde. En is erg goed te linken naar opdracht 1. De mol heeft 2 gezichten. Ook is er dan nog een theorie gevonden door Noah uit mijn Wie is de Mol WhatsApp groep Zapp. Heel dit seizoen begint met de dag van de mol. En wie is er nou toevallig jarig op 6 januari? Anna Gimbrère. De dag van de mol was ook de dag van Anna die jarig was. Kan best nog wel eens een grappige hint zijn. Tot slot is er gisteren het nieuws naar buiten gekomen dat regisseur Rick McCollough stopt met de regie van Wie is de Mol. Ik wil hem alvast erg bedanken voor dit seizoen. Maar ook kan hij terugkijken op een hele toffe reis door alle afgelopen seizoenen heen. We gaan je zeker missen. Wat mij betreft is er na deze video iets voor mij duidelijk. En dat is dat ik het nog niet weet. Maar ik blijf voor nu spreiden op Jip, Anna en Kees. Ik wil je weer bedanken voor het kijken naar deze video. Bekijk en luister ook zeker de podcast Procast die aankomende dinsdagochtend online komt. En dan voor nu, abonneer voor meer en dan zeg ik tot laters.